Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Jan-Willem Gunning en je bent welkom bij een online dienst van Celebration Church Nederland. We gaan straks kijken naar een korte film waarin duidelijk wordt dat waar je aandacht aan geeft, dat groeit. En daarna kom ik weer bij je terug. In Matthew chapter 6, it says, who by worrying can add to their life? Pandemic. Do not worry about tomorrow. Pagans run after these things. National emergency. Philippians 4 says, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ice sheets are melting so fast. Latest missile launch. An interesting fact about humanity is that whatever you feed, grows. A financial pandemic. If you feed your faith, it grows. If you feed your fears, they grow. It's all spiraled very quickly. It's going to get worse. Some have to live and some have to die. Realize that our time is better spent talking to the Father than getting all worked up and reading and feeding our minds with the news and the media about what everybody is saying about how this is doom and gloom and how money, which we have hoped in, is lost. Hope not in money. Hope in your Father, your God, Jesus Christ, your Savior. Have your faith and use it. Walk according to it. Whatever you feed grows. This is the time to press into the church, lean into the church, to be surrounded by God's people. We can offer prayers for one another. We can offer hope to one another. We can speak words of truth to one another. If you feast on the word of God and you renew your minds around the truth, your faith, it gets bigger and bigger and bigger. But if you go to the news and you read article after article after quote after talking head and you continue to feed those fears, they grow and get bigger and bigger and bigger. Whatever you feed grows. Today, did you wake up this morning and feast on the word of God and go to him in prayer? Or did you feed your fears?
Wie kan onze God ooit stoppen? 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 Koning van Juda, hij brult, hij is machtig, hij wint onze veldslag, en elke knie zal voor hem buigen. En Jezus het Lam, het offer dat kwam, voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij. En elke knie zal buigen voor de leeuw, maar door het Lam. Elke knie zal voor hem buigen. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord, oh, Lord our God. The third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trampled death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Thank you.
Het is vandaag Eerste Paasdag. En Pasen is eigenlijk de kern van het christelijk geloof. Jezus is opgestaan. En we zeggen dan ook, Jezus is waarlijk opgestaan. En het is fantastisch om dat ook op deze manier met elkaar te mogen vieren. Deze manier is natuurlijk anders dan wat we gewend zijn en wat we het liefste hadden. Want je bent nu thuis. Misschien alleen, misschien in je gezin, in je familie. Je bent thuis en je kijkt naar deze dienst. Maar de grote vraag is, is Jezus ook in jouw leven opgestaan? Is Jezus nummer 1 in jouw leven? Voor de huizenlocatie is het een bijzondere dag vandaag. Want precies 5 jaar geleden, met Pasen in 2015, begonnen we daar de locatie. En inmiddels staat er een enthousiast team klaar om jou te ontvangen op het moment dat het maar weer kan. En we hadden je heel graag vandaag ontvangen met een groot paasfeest. Maar helaas, dat gaat vandaag niet gebeuren. Maar we vonden het toch van belang en de moeite waard om dit even aan jullie mee te geven. Het is feest, ook in Huizen. Hey Huizencampus, van harte gefeliciteerd met jullie 5-jarig bestaan. Het was zo'n voorrecht om deel te zijn van de eerste 3 daarvan. Ik moet nog vaak aan jullie denken. En ik moet vooral nog wel eens denken aan die eerste paaszondag. Dat we, nadat alles klaar was en we hadden opgeruimd en alles terug in de kar gestopt. En we zijn naar de garage gegaan en ik stond daar af te sluiten met Tijmen en met Henny en met Jeroen volgens mij. En we keken elkaar aan en we beseften ons, het is nu echt begonnen. Vanaf nu is dit dus elke zondag. Het evenementgevoel was er eventjes vanaf. We zijn nu echt een kerk geworden. En we hebben nog vaak door moeten zetten en vol moeten houden. Veel zondagen gehad van alles uitpakken en weer alles inpakken en terugbrengen. En het is echt even doorzetten geweest. Maar het is zo gaaf om nu ook te zien hoe het met jullie gaat. Hoe jullie vol hebben gehouden en een prachtige kerkgemeenschap zijn. Van harte gefeliciteerd met 5 jaar. En ik zie uit naar alles wat God gaat doen in de komende 5 jaar. We gaan straks luisteren naar Pastor Sebastiaan. Aan de hand van de opstanding van Lazarus gaat hij duidelijk maken wat de relatie is tussen de opstanding van Lazarus en de opstanding van Jezus. En dan gaan we nu over naar het moment van geven. En geven is heel belangrijk. Dat is ook heel belangrijk om te mogen investeren in het Koninkrijk van God. En dat doen we in deze tijd natuurlijk op hele andere manieren als dat we dat normaal doen. We zijn allemaal nieuwe dingen aan het ontwikkelen en aan het ontdekken. Maar belangrijk dat je geeft met een blij hart. Dat je geeft om te investeren in Gods Koninkrijk. Want juist in deze tijd zijn zoveel mensen op zoek naar antwoorden op grote vragen, op zingevingsvragen. En hoe gaaf als wij door jouw investering antwoorden kunnen formuleren en door kunnen geven aan de mensen voor wie dat zo belangrijk is. Dus geef, alsjeblieft. Je kunt dat op allerlei manieren doen. Er staat een QR-code in beeld. Daar kun je, via die QR-code kun je geven. Je kan natuurlijk ook een bankoverschrijving doen. Maar alsjeblieft, doe het. En doe het alsjeblieft met een blij hart. Want investeren in Gods Koninkrijk, dat mag jou blij maken. Laten we bidden voor het offer dat we met elkaar bijeen gaan brengen om Gods Koninkrijk groter en sterker te maken. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u weet wat geven is. Heer, dat u alles aan ons heeft toevertrouwd wat we maar om ons heen zien en hebben. Heer, dank u wel dat we ook vandaag een deel daarvan mogen afzonderen voor u. Dat we daarmee mogen investeren in het Koninkrijk. En ik zegen dan ook ieder die geeft. En ik zegen dan ook dit offer in Jezus' naam. Ik zegen ook de leiders van de gemeente dat ze op de best mogelijke manier mogen investeren in het Koninkrijk. Zodat het echt vrucht mag dragen. In Jezus' naam. Amen. Hey, dit is Sebastiaan van Wessem, de lead pastor van Celebration Church Netherlands. En het is zo'n voorrecht dat jullie de kans hebben genomen, de tijd hebben genomen om deze ochtend mee te gaan kijken naar onze Nederlandstalige dienst, online dienst hier in Celebration Church. En vandaag is het Paaszondag, oftewel Opstandingszondag. En als we dan bij elkaar hadden gekomen deze ochtend, dan had ik waarschijnlijk gezegd, de Heer is waarlijk opgestaan.
En ook al zijn we niet samen in één gebouw, is hij wel degelijk waarlijk opgestaan. En dat gaan we vieren vandaag. Dat hebben we al gevierd door middel van de aanbiddingsliedjes. En ook nu, als ik het woord in ga duiken samen met jullie, gaan we vieren dat Jezus waarlijk is opgestaan uit de dood. En weet je, als alles verloren lijkt, als we alle hoop hebben opgegeven, dat is het moment waarop God te hulp wil schieten. En ook in een periode als deze, waarin we vechten tegen die gemeenschappelijke vijand corona, willen we ook heel graag dat proclameren vanochtend, dat Jezus hoop geeft, dat er overwinning is in Jezus, dat Hij onze geneesheer is, dat er een toekomst is, dat er hoop is, dat er licht is aan het einde van de tunnel in de naam van Jezus. En dan mogen we vieren omdat Jezus waarlijk is opgestaan. Dus vandaag willen we onze aandacht volledig richten op Jezus. En hij stond op uit de derde dag na Pesach, na de Goede Vrijdag eigenlijk. En dat is opstandingszondag, wat we vandaag ook mogen vieren. Maar weet je dat voordat Jezus zelf opstond uit de dood, dat er een aantal andere mensen waren in de evangelie die ook uit de dood werden opgewekt door deze Jezus. En vandaag wil ik vooral ingaan zoomen op het verhaal van Lazarus. En Lazarus was een goede vriend van Jezus. En Jezus was niet alleen goed bevriend met hem, maar ook met zijn twee zussen, Maria en Martha. En het verhaal kun je vinden in Johannes hoofdstuk 11. En ik wil je aanmoedigen vanochtend om mee te lezen. Om hopelijk een papieren Bijbel erbij te pakken. Om misschien je markers te pakken. En de teksten die tot jouw hart spreken, om die ook met een gele marker misschien aan te merken. Van, hé, hier moet ik later nog eens naar teruggaan. Maar het is zo goed om samen het woord van God in te duiken. En daartoe wil ik je ook vanochtend uitdagen. Maar laten we eerst bidden voordat we het woord van God gaan openslaan. Heer, we danken u voor uw woord. We danken u, Heer, dat u vandaag op deze opstandingszondag mogen vieren dat Jezus waarlijk is opgestaan uit de dood. En dat hij niet alleen zelf uit de dood was opgestaan, maar dat ook andere mensen, dat hij die uit de dood heeft opgewekt. En dat ook wij, als de dag komt, Heer, dat wij ook uit de dood zullen opstaan vanwege hetgene wat Jezus voor ons gedaan heeft. En Heer, willen u alle lof en eer en glorie geven op deze Paaszondag 2020 in de naam van Jezus. Amen. Amen. Dus we willen gaan kijken naar Johannes hoofdstuk 11. En je ziet daar dus het verhaal van Lazarus. En Lazarus was heel erg ziek geworden. En er was eigenlijk geen hoop meer voor deze man. En Jezus kreeg daar een bericht van. Hij had het gehoord van Maria dat Lazarus ernstig ziek was geworden. En in plaats van dat Jezus meteen naar Bethanië gaat, waar deze Lazarus en zijn zussen woonden, ging hij nog een paar dagen, bleef hij nog rondhangen op de plek waar hij op dat moment was. En toen zijn discipelen wat over vroegen, toen zei hij van, hé, maak je geen zorgen, Lazarus is in slaap gevallen. En de reactie van de discipelen, dat vind je in Johannes 11 vers 12, was, Heer, als hij slaapt, dan zal hij gezond worden. Als hij slaapt, dan zal hij wel weer helemaal volledig beter worden. Alsof je het virusje eruit kunt slapen. En dat is wat Jezus zei en hoe zijn discipelen daarop reageerden. Maar toen zei Jezus ronduit tegen zijn discipelen van, nee, ik zei wel dat hij sliep, maar ik bedoelde eigenlijk iets anders. Lazarus is gestorven. En vanaf dat punt willen we het verhaal oppakken. Dat kun je vinden in vers 14, in Johannes hoofdstuk 11. En dan staat het volgende in vers 14. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En dan vers 15. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen, laten ook wij gaan om met hem te sterven. En dan denk ik als je zo'n opmerking daar ziet staan van deze Thomas, van, oh, wat een enthousiasme zeg. Wat een verlangen om zijn Heer Jezus te volgen in dit alles. Was hij werkelijk zo toegewijd? Of bedoelde hij dit op een cynische manier? Laten wij ook met hem gaan, zodat we samen met hem sterven. Weet je, als hij het graf ingaat, dan gaan we maar met hem het graf in. Dan hebben we toch geen hoop meer. Was dat wat hij bedoelde? Misschien. Vers 17, dan staat er dit. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Lazarus lag al 4 dagen in het graf. Ik denk, onderhand zal hij wel erg zijn gaan stinken.
Sterker nog, later in het verhaal, dat gaan we vandaag niet lezen, maar dan zie je dat Martha tegen Jezus zegt dat, weet je, als Jezus de opdracht geeft om de steen weg te rollen, die voor dat rotsgraf lag waar Lazarus in lag, dan zei ze, Heere, hij ruikt al, hij stinkt al. Ik vind het zo mooi hoe de Engelse King James versie van honderden jaren terug dan zegt van, he stinketh. Hij stinkt. Wil je dat nou werkelijk doen, Jezus? 4 dagen. Ik vond een citaat uit de traditie uit die tijd, van 2000 jaar terug in de Joodse wereld van toen. En daar stond in hun traditie staat er het volgende. 3 dagen na de dood zweeft de ziel over het lichaam met de bedoeling weer naar binnen te gaan. Maar zodra hij het uiterlijk ziet veranderen, vertrekt hij. Met andere woorden, er was een soort van gedachte die leefde bij de Joden in die tijd, dat binnen die eerste 3 dagen, dan is die ziel nog in de buurt van dat lichaam. En als dat lichaam er nog goed genoeg uitziet, dan zal de ziel die kans nemen om weer terug te gaan in het lichaam. En Jezus kwam op de 4e dag om werkelijk duidelijk te maken van nee, Lazarus dood. Hij is morsdood. Jezus kwam pas ter plekke toen niemand er meer aan twijfelde dat hij werkelijk dood was. En dan pikken we het verder op in vers 18. Daar staat dit. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Bijzonder om dit te lezen hier. En ik denk dat het heel belangrijk is dat als er verdrietige dingen gebeuren in ons leven, zoals er nu ook gebeuren natuurlijk in de maatschappij om ons heen, in de wereld om ons heen en misschien in jouw familie, dat het oké is om je verdriet onder ogen te zien. Dat het oké is om te huilen. Dat het oké is om bedroefd te zijn voor een periode. Om stil te staan bij het verschrikkelijke wat er gebeurd is in je leven. Misschien dat familielid die overleden is. Je gezondheid die geroofd is. Misschien een baan die je kwijt bent geraakt. Het is oké om te rouwen vanwege datgene wat je nu mist. Weet je, ik geloof werkelijk dat als we in Nederland en in de westerse wereld wat meer ruimte zouden geven aan onze gevoelens, aan onze emoties, dat de enorme problematiek die we hebben aangezien geestelijke gezondheidsklachten een stuk beter zou gaan worden. Geef de ruimte aan je emoties. Maar het was niet alleen verdriet en realisme aan de kant van Martha. Er borrelde ook geloof op in haar. Ze wist dat Jezus de macht had om zieken te genezen. Misschien had hij ook de macht om mensen uit de dood op te wekken. Wie weet. Vers 23 en 24 zegt dan het volgende. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Lijkt erop alsof deze Martha zich opeens ontpopte als een theoloog. Ja, natuurlijk was ze bekend met de Joodse geschriften. Ze wist wat er in het Oude Testament, het Eerste Testament, gebeurde. Maar Jezus doelde hier niet op een soort van eschatologische realiteit. En dat is een heel moeilijk woord, eschatologie, over de laatste dingen. De dingen, de eindtijd, de dingen die in de toekomst gaan gebeuren. Want op een dag zou Lazarus inderdaad opstaan. En natuurlijk wist Jezus dat. En misschien probeerde Martha gewoon troost te vinden in het feit dat haar broer weer zou opstaan in de opstanding aan het einde van de tijden. Maar Jezus had het over iets anders. Hij had het niet over de toekomst. Hij had het over het hier en nu. Hij had het over een hedendaagse realiteit. Lazarus zal opstaan. Vers 25. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Eeuwig, onvergankelijk leven kunnen we alleen vinden in Jezus. Jezus is de opstanding en het leven zelf. En als je in hem leeft en je gelooft in hem, zul je nooit sterven. Zelfs niet als je fysiek sterft, zoals Lazarus fysiek was gestorven. Er is een dag waarop de doden zullen opstaan uit de dood. Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven.
Je moet enigszins iets weten van de Oud-Testamentische traditie hierachter, de Hebreeuwse traditie hierachter, om te weten dat wat Jezus hier zei een enorme referentie is naar Yahweh, naar God zelf. Yahweh is de verbondsnaam van God. De naam zoals die staat opgetekend in het Oude Testament. Vier medeklinkers, J-H-W-H. En die naam mocht niet uitgesproken worden door de Joden in die tijd. Maar toen God zichzelf manifesteerde en voorstelde aan Mozes, toen zei hij, ik ben die ik ben. Sterker nog hier, Exodus 3, vers 13 tot en met 14. Ik wil het even lezen met je. Daar staat het volgende. En Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen Jezus hier zei van dat hij de opstanding is en het leven, ik ben de opstanding en het leven, was dit een directe connectie naar het Oude Testament toe. Iedereen, iedere Jood die aan het luisteren was naar Jezus op dat moment, wist dat Jezus refereerde aan Yahweh. Dat hij in wezen hierbij zei dat hij zelf Yahweh is, dat hij zelf God is. Jezus is Yahweh in het vlees. En daar kan ik een hele serie preken over gaan doen vanuit het Oude Testament. Maar Jezus is Yahweh in het vlees. In Handelingen 2, vers 24, spreekt Petrus, Haantje de Voorste. Degene die altijd als eerste genoemd werd in de lijsten van discipelen, maar ook degene die Jezus verloochende toen hij daar inderdaad werd berecht. Hij zei dit in een preek aan duizenden mensen in de stad Jeruzalem op de Pinksterdag. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Het was niet mogelijk dat de weeën van de dood, dat de macht van de dood Jezus zou vasthouden. Het was niet mogelijk, zegt Petrus hier. Het is onmogelijk dat Jezus in het graf zou blijven toen hij stierf aan het kruis. De macht van het leven is zoveel krachtiger dan de macht van de dood. Het was onmogelijk dat die steen die voor Jezus zijn graf lag, dat die zou blijven liggen. Jezus is hij die de weg naar het leven wijst. Handelingen 3, vers 15. En de HSV-vertaling maakt ervan dat hij de vorst van het leven is. Jezus moest opstaan uit de dood. En als we in hem leven en in hem geloven, zal diezelfde macht die hem uit de dood opwekte, ook ons uit de dood gaan opwekken. Dat is een enorm geweldige wetenschap die we mogen hebben, ook in deze tijd waar de dood rondom ons heen waart. Er is genezing mogelijk, er is herstel mogelijk, er is leven mogelijk daar waar dood is. En dat is een belofte die voor jou en voor mij geldt. Dus wat zou onze reactie zijn als Jezus dat tegen ons zegt? Ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. Laten we leren van die goede vriendin van hem, Martha. Vers 27, ze zei tegen hem, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Ze zegt hier een paar dingen en ik wil er even op inzoomen. Omdat ik geloof dat dit een heel goed voorbeeld is van hoe wij mogen reageren op de Messias. Allereerst zegt ze ja. Ja. Een simpel tweeletterig woord. Ja. Kan het zo zijn dat God jou vraagt om tegen hem ja te zeggen vandaag? Het enige wat we soms moeten zeggen in een periode waarin we rouwen, waarin er verlies is, waarin er dood is, waarin er ziekte is om ons heen, is dat we ja, Heer, moeten zeggen ja. Ja tegen God. Sta Jezus toe om zijn wil te doen in jouw leven. Hoe dat er ook maar zou uitzien. Het tweede wat ze zegt is, Heere. Daar lezen we zo makkelijk overheen. Ja, wat zegt dat woord nou precies? Maar weet dit. Het Griekse woord voor heren, want het Nieuwe Testamentische boek hier, Johannes, is geschreven in het Grieks. Daar staat het woord kurios. En kurios is het woord wat de Septuagint-vertaling van het Oude Testament gebruikte. Overal daar waar die vier letters stonden, J-H-W-H. Het Oude Testament, die Septuagint-vertaling, die maakt daarvan
Kyrios, daar waar de Joden zouden zeggen Adonai. Daar maakt de Septuagint er Kyrios van, oftewel heren. Dat woord betekent heren. En hier zie je dat datzelfde woord heren gebruikt wordt in referentie tot Jezus. Jezus is God. Jezus is Yahweh in het vlees. Dit is het woord eigenlijk wat gebruikt werd om de verbondsnaam van God, Yahweh, Yahweh, om die te maskeren, zodat de Joden het maar niet hoefden uit te spreken. Maar dit is een kostbare naam, de naam van Yahweh, de naam van Jezus. En Jezus, de naam Jezus, Yeshua, betekent Yahweh redt. God redt. God die van ons houdt, die redt. Die redt jou en die redt mij. Het derde wat Martha zei was de Christus. Er staat voor de Christus. Christus is niet de achternaam van Jezus. Soms lijkt het erop als je mensen hoort vloeken. Nee, het is niet zijn achternaam. Het is een titel. Het Griekse woord Christos betekent de gezalfde. En dat is de tegenhanger van het Hebreeuwse woord Mashiach. Oftewel Messias. En de Christus was de gezalfde koning die de Joden verwachten uit de lijn van David. Hun koning die zo'n goed werk gedaan had. Misschien wel 1000 jaren daarvoor. Jezus was de gezalfde koning die ze verwachten. Ook zei Martha dat hij de zoon van God was. Nou, als je de zoon van God bent, dan ben je God zelf. Dat is hoe de Joden er ook in die tijd over dachten. De zoon van God is God zelf. Hij staat helemaal gelijk aan God de Vader. Hij is God de Zoon. Ze zegt ook dat hij in de wereld komen zou. Met andere woorden, Jezus is Yahweh in het vlees. Het vlees geworden woord. Johannes beschrijft hem ook zo mooi dat hij het vlees geworden woord is. Die de wereld is binnengekomen. Maar het allermooiste waar ik op in wil zoomen. In de laatste minuten van deze boodschap is dat ze zei, ik geloof. Ik geloof. Kijk het naar het Grieks, dan staat er eigenlijk, ik heb geloofd. Maar dat betekent eigenlijk zoveel als dat ze haar geloof, haar vertrouwen in Jezus gesteld heeft. En dat geloof blijft doorgaan in haar leven. En weet je, het Griekse woord voor geloven is het woord pisteuo. En dat heeft alles te maken met je vertrouwen stellen op God, je vertrouwen stellen op Jezus. Ik geloof, dat woord pisteuo en het woord geloof zelf, dus het zelfstandige naamwoord, dat is het woord pistis in het Grieks. Het wordt gebruikt hier in een Hebreeuwse context. Ja, het is een Grieks woord. Ja, wij als Westerlingen hebben heel veel te danken aan de Griekse cultuur en het Griekse gedachtegoed. Maar ook al worden hier Griekse woorden gebruikt, er zat een hele Hebreeuwse gedachtenwereld achter die heel erg anders is dan de Griekse gedachtenwereld. En in die Hebreeuwse context betekent dat zoveel meer dan wat wij bedoelen met ik geloof. Want als jij of ik zeggen ik geloof, dan is het iets wat tussen onze twee oren gebeurt. Iets wat we kunnen aannemen omdat we het begrijpen. En daardoor zeggen van, oh ja, ik geloof het. Klinkt logisch dat Jezus is gekruisigd en is opgestaan uit de dood. Dus ik geloof het. Maar de Hebreeuwse context gaat veel verder dan dat. Geloof zou eigenlijk vertaald moeten worden, als je de hele context hierin meeneemt, als loyaliteit. Het is een gelofte aan een loyale verbondsrelatie. God gelooft in ons. Hij pisteiot in ons. Hij is loyaal aan ons. Hij heeft een verbond met ons gesloten. En hetgene wat hij van jou en van mij vraagt, is dat wij ingaan op die verbondsrelatie. Dat we zeggen tegen hem, ja Heer, ik geloof in u. Ja Heer, ik wil die relatie ingaan met u. Ja Heer, ik wil loyaal zijn aan u. Ik wil mijn volledige vertrouwen, mijn volledige loyaliteit in u stellen, Heer Jezus. Heel gaaf om dat te zien. Weet je, het is een tweewegrelatie, een tweeweg verbondsrelatie tussen God en ons. En als ze echt willen geloven op de Hebreeuwse manier, en nogmaals, dat is de context van het Nieuwe Testament. Binnen de persoonlijke relatie die wij met God hebben, dan zullen we hem volledig vertrouwen. En op basis van dat vertrouwen zullen we in die relatie actie ondernemen. Iets wat we in ons hart geloven en proclameren met onze mond, ga je zien in onze handelingen. In de dingen die wij doen. Efeziërs 2 vers 8 tot en met 10 legt dat zo mooi uit. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof.
En dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Met andere woorden, de werken die we doen, de goede werken die we doen, die redden ons niet. Paulus is daar heel duidelijk over. Alleen deze tekst is uit de context geroofd, gerukt eigenlijk, ook in de protestantse reformatie. Dan staat er dit in vers 10. Want zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. We zijn gered uit geloof, we zijn gered uit loyaliteit, uit een verbondsrelatie met hem, uit een hartsrelatie met hem. En vanuit die hartsrelatie met hem, dat proclameren we en dat demonstreren we door goede werken. We zijn niet alleen door geloof gered. Nee, we zijn gered door geloof. Door ons complete vertrouwen, door ons volledige loyaliteit te stellen in Jezus en Jezus alleen. We mogen onze loyaliteit demonstreren aan hem, aan de koning der koningen en de heer der heerscharen. Dus geloof kan veel beter vertaald worden als loyaliteit. En als we het op die manier vertalen, dan wist dat niet vertrouwen of geloof uit zoals we dat misschien mee hebben gekregen vanuit onze Bijbelse opvoeding. Maar het brengt wel het geloof naar een dieper niveau. Dat getrouwer is aan de leer van de hele Bijbel. Geloof in Jezus betekent loyaliteit aan koning Jezus. Johannes 11, vers 25 en 26. Nogmaals, Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Wat is jouw reactie op die vraag? Dat is de vraag die ik vandaag bij jou wil neerleggen. Op deze paaszondag, opstandingszondag. Geloof je dat? Geloof je wat Jezus hier over zichzelf zegt? En het doel van dit evangelie, van het evangelie van Johannes, wordt opgetekend aan het einde van het boek in hoofdstuk 20. Dan staat dit, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, nog veel andere wonderen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. We mogen leven hebben in zijn naam, door het geloof. Door hem op nummer 1 te zetten. Door onze loyaliteit volledig aan hem te geven. Deze Martha, die had het meteen door. Dus laat onze reactie net zo zijn als die van Martha. Ja, heren, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Ik geloof. Ik zweer mijn volledige loyaliteit aan Jezus. En aan Jezus alleen. Ik zorg ervoor dat er geen andere koningen, heren, goden meer zijn in mijn leven. Maar dat Jezus alleen God en koning en heer is van mijn leven, van mijn gezin. Heb jij je volledige loyaliteit aan hem gezworen? Ik heb dat gedaan in 1995. Ik vond niet lang geleden mijn doopcertificaat terug. Uit 1995, november 1995. Ik kan me nog herinneren hoe ik dat water inging met 4 andere mensen in die fantastische witte gewaden. Ik ging het water in. En ik stond op als een nieuwe schepping. En ik had mijn loyaliteit gezworen aan Jezus, aan de koning der koningen, de heer der heerscharen. Ik wil je aanmoedigen om daar ook zelf over na te denken en die stap, weet je, die keuze te gaan maken om zelf ook gedoopt te gaan worden. En natuurlijk is het nu lastig om het in de context te gaan doen van de gemeente, maar je kunt dat thuis doen. In je badkuip, als je een badkuip hebt. Je kunt ook wachten totdat we weer samen kunnen kopen. Misschien in water buiten of anders hier in de dienst, als we weer samenkomen. Maar het is belangrijk om die stap te gaan zetten om je loyaliteit aan Jezus te demonstreren. Want er is ook een wereld, een geestelijke wereld die aan het kijken is bij wie hoor jij. Zweer jij trouw aan Jezus of niet? En dat is werkelijk, als je het hebt over overwinning in je leven, is dat wat je nodig hebt. Trouw beloven, trouw zweren aan Jezus. Je loyaliteit geven, volledig geven aan hem. Aan de koning der koningen, de heer der heerscharen.
En wat er ook gebeurt, of er nou corona komt, of dat ik ziek word, of wat dan ook. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Maar wat ik wel weet, is dat ik eeuwig zal leven in de aanwezigheid van God. En er is een mooie toekomst voor ons allemaal die loyaliteit hebben gezworen aan Jezus. En de koning der koningen en de heer der heerschaar. En daar wil ik voor gaan bidden op dit moment met jou. Nogmaals die woorden van Martha. Ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Ik wil dat we nu samen gaan bidden. En als jij die stap nog niet hebt gezet om volledig jouw leven over te geven aan Jezus, hem op nummer 1 te zetten in jouw leven, loyaliteit te zweren aan hem, die verbondsrelatie, om ja te zeggen op die verbondsrelatie die hij met jou wil ondergaan, dan wil ik je aanmoedigen om dit gebed mee te bidden. En ik denk dat het goed is voor ons allemaal om opnieuw dat gebed mee te bidden in onze woonkamers. Hardop. Om te zeggen tegen Jezus, ja Heer, ik hoor bij u. En bij u alleen. U bent mijn Heer, u bent mijn God. In Jezus' naam. Laten we bidden. Jezus, ik kom tot u. En bid het mee, in je eigen woorden. Jezus, ik kom tot u op dit moment. Ik dank u dat u mijn Heer wil zijn, dat u mijn God wil zijn, dat u mijn koning wil zijn. En vandaag leg ik mijn leven neer bij u. Ik leg mijn leven neer voor u, Heer. Ik geef mijn leven aan u volledig. En ik wil op dit moment mijn geloof uiten in u. Mijn vertrouwen uiten in u. Mijn loyaliteit zweren aan u, Heer. U bent mijn koning. U bent mijn Heer. U bent mijn God. En ook bent u de Heer en de God en de koning van mijn gezin. Van mijn huis. En wil vanaf dit moment u op nummer 1 zetten. Heer, vergeef me de dingen die ik fout gedaan heb in mijn leven. Die momenten dat ik niet voor u geleefd heb, maar voor mijn eigen wil, mijn eigen dingen, mijn eigen prioriteiten. En vanaf dit moment wil ik u op nummer 1 zetten in mijn leven. Dat bid ik, Heer, in Jezus' wonderbare naam. Amen en amen. Hey, als jij dat gebed vanuit je hart hebt meegebeden voor de eerste keer, of misschien ben je teruggekomen bij Jezus op deze manier, dan wil ik je vragen om even een mailtje te sturen naar onze kerk. info@celebrationchurch.nl. Je kunt ook het contactformulier invullen op de website. We willen heel graag in contact komen met jou om jou te helpen die eerste stappen te zetten in jouw relatie met God. We willen dat het goed gaat, dat je leert wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn die in volledige overgave aan hem zijn leven leeft. God zegen je en tot spoedig. That once was crowned with thorns is crowned with glory now. The Savior knelt to wash our feet. Now at his feet we bow. No one who wore our sin that it held us now gives way.
His final breath upon the cross. It's now alive in me. Oh, I see your name. For your name, your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Praise will rise to you, Lord. See, by your Spirit I'll rise. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is come on, lift it up. So by your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King, your name, Lord. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. And by your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is risen. Sing it out. But our God has wrought the grave. But our God has wrought the grave. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, sing your name is victory. Your name, your name. En zo komen we dan weer aan het einde van deze dienst. We zijn blij dat je hebt gekeken. En we hopen echt dat ook de boodschap en alles wat we hebben gedaan jouw leven een nieuwe impuls heeft gegeven. Want Jezus is waarlijk opgestaan. We nodigen je ook uit om naar onze Zoomroom te gaan.
Daar komen we bij elkaar en dan kunnen we lekker onder het genot van een kopje thee of koffie en misschien wel een paaseitje, een stukje paasbrood, nog eens even wat napraten over wat we allemaal hebben gehoord en wat je ermee zou kunnen doen. Ook in jouw leven, misschien in je omgeving, in je gezin. Ik wil graag afsluiten met de zegen uit Efeziërs. En laten we dat met elkaar opzeggen zoals we dat ook gewend zijn. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Heel graag tot volgende week. Heb een heerlijke paasdag.